Huisartsen krijgen vanaf vandaag meer specialistische hulp met de beschikbaarheid van 26 nieuwbakken doktersassistenten. De voorzitter van de Stichting Huisarts Instituut Suriname, John Goedschalk, zei na de beëdiging van de groep dat na een opleiding van een jaar de assistenten nu goed getraind zijn om het werk effectief te doen, wat zal maken dat het werk van de huisartsen beter kan vlotten. Het gaat om doktersassistenten. Dat zijn ondersteuners van de huisartsenpraktijk. Zij zorgen voor de organisatie van het spreekuur. He, dat mensen die snel geholpen moeten worden, werkelijk ook snel geholpen worden. En daarnaast voor een stukje voorlichting, organisatie van het spreekuur. Daar zijn ze heel belangrijk voor. Tot enkele jaren geleden en tot nu toe ook hoor, worden op de polykliniek gebruik gemaakt van assistentes. Die niet echt reeds opgeleid zijn tot dokterassistent. Maar zo'n 5 jaar geleden zijn we begonnen met het opleiden van de dokterassistenten. Zodat als ze in de praktijk te werk gesteld worden, dat ze reeds voldoende kennis hebben om de artsen op een deskundige wijze te kunnen ondersteunen. Onder de groep doktersassistenten is het braindrain vraagstuk niet zo groot, weet Goedschalk, en eerdere groepen blijken hun werk goed te doen. Er zijn wel een aantal die dus hun geluk gaan zoeken in het buitenland, maar het gros van deze doktersassistenten die blijven hier wel ondersteunen in de praktijk. Dat we blij zijn dat het zover gekomen is dat we een bijdrage kunnen leveren als huisartsinstituut in Suri. Om het werk van de huisarts wat makkelijker en efficiënter te laten verlopen. En we hopen dat er flink gebruik gemaakt zal worden in de toekomst. Goedschalk zegt dat er nu gewerkt wordt aan een opleiding voor praktijkondersteuners. Het betreft dan zorgwerkers die deskundiger zijn dan de doktersassistenten. Voor deze mensen zullen hogere toelatingseisen worden gesteld. Vandaag werd de 13e groep van doktersassistenten beëdigd.